Reflecteren en evalueren. Hoi, ik ben Lisa van der Kroef en ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent. Waarom is reflecteren zo belangrijk in jouw werk? Reflecteren is belangrijk omdat je echt gaat kijken naar je eigen handelen. Dus wat deed ik goed en wat kan ik de volgende keer beter doen? En in een gelijke situatie, wat zou ik hetzelfde kunnen doen? Dus je gaat echt kijken van hoe doe ik iets op een manier waarop het gewoon goed kan. En dat is belangrijk naar een les. Bijvoorbeeld als je een les hebt gegeven of als je een project hebt gemaakt of dat je samen hebt gewerkt met mensen. En op welke momenten doe je dat? Je kan zeggen dat je reflecteren eigenlijk altijd doet, maar het is vooral belangrijk als je echt een grote les hebt gegeven of een groot project hebt gemaakt. Dus na een les die je zelf hebt voorbereid, ga je kijken van hoe heb ik de voorbereiding gedaan, maar hoe heb ik ook de uitvoering gedaan. En dan ga je echt kijken van hoe kan ik de volgende keer beter doen, maar wat vind ik ook goed aan mezelf, waar ik mijn compliment van bijvoorbeeld kan geven. Gebruik je hiervoor een methode? Ja, wij gebruiken de STAR-methode en dat staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. En je gaat letterlijk een situatie beschrijven en je gaat jezelf een soort van vraag stellen dat je erachter komt van hoe heb ik het gedaan en wat kan ik de volgende keer beter doen en dan gebruik je de STAR-methode. En kun je daar een voorbeeld bij noemen wanneer je dat hebt gedaan? Als je bijvoorbeeld een rekenles hebt voorbereid en uitgevoerd, dan begin je met wat is de situatie. Dus de situatie is, ik heb een rekenles gedaan. Nou, mijn taak daarin was, ik geef een les. En de actie die je hebt gedaan is dan de les. En dan ga je reflecteren en het resultaat en wat is daar uitgekomen. En dan ga je een soort van dat stappenplan volgen om uiteindelijk erachter te komen hoe je dat hebt gedaan. En ze zeggen reflecteren kun je leren. Wat komt er dan bij jou op? Reflecteren kun je leren. Ja, je kunt leren van jezelf. Want meestal leggen mensen het heel vaak bij een ander. Dus ik heb een rekenles gegeven en een ander moet naar mij kijken. Maar je kan ook het neerleggen als hoe kijk ik naar mezelf. Dus ik ga leren van de fouten die ik heb gemaakt. Maar ik ga ook leren van de dingen die ik wel goed heb gemaakt. Dus echt reflecteren kun je leren is reflecteren kun je leren van jezelf. En welke schriftelijke en mondelinge rapportagevaardigheden pas je daarin toe? Als je bijvoorbeeld een observatie hebt gedaan met een kind, ga je mondeling rapporteren aan de ouders en aan je collega's wat er tijdens die observatie is gebeurd. En je gaat bespreken van, hey, wat gaan we doen na deze observatie? En schriftelijk bijvoorbeeld in een ouderportaal. Dus je maakt een klein verslagje over de observatie zelf en dat ga je dan schriftelijk rapporteren in dat ouderportaal. Maar je kan ook bijvoorbeeld een schriftelijke overdracht geven aan de ouders of aan je collega's. Wat is belangrijk bij het geven van feedback? Feedback is belangrijk omdat je gewoon kan leren van de dingen die je misschien beter kan doen. En bij feedback is het dan vooral belangrijk dat je het opbouwend doet en concreet en gewoon duidelijk. Zodat je niet een hele omweg gaat nemen van wat kan ik beter doen, maar wees gewoon duidelijk. En begin altijd met iets positiefs en sluit ook af met iets positiefs. Want feedback wordt al heel snel ontvangen als negatief, maar het kan juist positief zijn. En je kan jezelf naar jezelf kijken van hey, dit kon ik beter doen. En je moet het niet gelijk persoonlijk opvatten. Hoe is dat gericht op de ander, het geven van feedback? Als je feedback gaat geven, dan moet je gewoon in je hoofd houden van het moet duidelijk zijn en het moet opbouwend zijn en sluit af met iets positiefs. Want feedback geven is gewoon best wel lastig, omdat je echt gewoon gaat kijken naar hoe een ander het doet. En als je dat zelf ontvangt, is dat natuurlijk spannend. Dus je moet echt gewoon rekening houden met hoe je dat doet. Heb je dat wel eens ervaren dat dat spannend is? Bijvoorbeeld na een lesje dat je bij anderen moet gaan kijken, dat je daarna feedback moet geven, dan heb je toch een soort van drukgevoel van hoe ga ik dit overbrengen, zodat het wel dat je wel aardig blijft, maar dat je ook gewoon duidelijk bent. Want natuurlijk is feedback geven best wel lastig. Dus zorg gewoon voor dat je gewoon duidelijk bent en gewoon afsluit met iets positiefs en vat het nooit persoonlijk op. En is het belangrijk om open te staan voor feedback? Ja. Ik vind het wel, want als je open staat, dan zien mensen ook van hey, zij wil leren en zij wil gewoon iets goeds doen. Want als jij echt heel erg ingetogen staat van nou, ik wil het toch niet, dan is het ook veel lastiger om feedback aan iemand te geven. En doe je dan ook iets met die feedback? Ja, meestal wel. Als je feedback krijgt, dan moet je het gewoon opvatten als een soort van compliment dat je gezien wordt en dat je het gewoon dat mensen zien dat je het beter kan doen. En zorg er gewoon voor. Van je hoeft er niet per se iets mee te doen. Mensen denken gelijk van je moet wat met feedback. Maar je kan het ook gewoon denken van hey, ik zie het niet zo. En ik vind dat ik het zo goed doe. Nou, dan is het ook gewoon goed.